Robert, goedemiddag. Ja, dag Jan. Vorige week hadden we het over de Zomerdijk, Albert. Ja, kan er gaan nog een stukje meer deur. Met name de Veldweg, hoe dat precies zat met die woning. Ja, de Veldweg is helemaal gesticht en eigendom geweest van de trammaatschappij. Ja. Het eerste huis waar ik kwam aan de Veldweg, dat vierkante, dat was de woning van de dokter van de tram. Mm-hmm. En dan de hele sluizige kant tot naar de achterkant, dat waren de woningen voor het kader. Ja. En de overkant, daar woonde het personeel. Het personeel, was er ook verschil in die woning dan, qua grootte of qua luxe? Ja, duidelijk. Ja. Ja. Want hoe was dat georganiseerd dan, die tramlijn? Wat was de maatschappij? Hoe bestond die het? Hoe is het ontstaan eigenlijk? Weet u dat? Ja, ik weet het zo niet allemaal uit mijn hoofd. Maar er is jaren werkt aan de tram. Baron Sloet van de Aldenhof, die heeft er zich heel erg mee bemoeid. Die is er tientallen jaren mee bezig geweest om het van de grond te krijgen. Mm-hmm. En er is uiteindelijk dus een trammaatschappij uit voor te komen. Maar was dat tegenstand tegen dan? Nee, financiële moeilijkheden vooral. Mm-hmm. Ze zagen de winst denk ik nog niet zitten. Nee. En grote problemen met aanleg en met het beheer. En die ben er ook geweest, want het werd overal op die slappe veenbodem gelegd. Dus dat is denk ik een probleem. Ja, dat is een gigantisch probleem. Hobbelen over de dijk, zeg ja. maar. Ja, zo was het midden 1800, de loop van 1800. Als ze bezig wilden met de treinverbinding van West-Nederland ook naar het noorden toe, dan komen ze tot Zwolle. Maar ja, dan moet Zwolle ook meer naar Groningen toe kunnen. Mm-hmm. En dan maken ze eerst heel erg druk dat die lijn over Zwartsluis op Muppeland moet lopen. En dan is Torbekke een van de mensen die het gebied kent en zegt, ja, dat kan nooit, dat mogen we niet doen. We moeten over de Reest en verder naar het oosten toe, want daar hebben we meer zand leren. Ja. Dus maar dat betekent dus eigenlijk dat die hele Veldweg, in feite werd die bewoond door allemaal werknemers, het was allemaal werknemers van de trammaatschappij. Dat was echt. En die heeft bestaan van 1914 tot... Ja, 34. Midden de jaren 30, zo ongeveer. Ja. En daarna is dat allemaal veranderd natuurlijk. Ja, maar die tram die had ze dus zoveel personeel in dienst ook. Ja, want het was niet alleen die tramrieden, maar je had dus kantoren. Ze hadden transport van de post op allerlei plekken waar een opstap halten ze maakt. Voor het vee, voor de veemarkt. Voor de veewagens die er waren. Die zaten er ook aan vast, hè? Die zaten er ook aan vast, ja. Okay, die stonden dus bij de Vollenhoofdse Poort. Mm-hmm. Daar had je een heel rangeerterrein. Ja. Ja. Want er zijn nog hele mooie foto's van. Oh, waren prachtig. Ja, van die tramtijd zijn zulke mooie foto's. Ja, dat is echt gek. Dat is heel boeiend. Ja. Geen bewegend beeld trouwens? Of nee, dat, dat heb ik nog nooit gezien. Nee. Nee. En ik kreeg ooit van buurman Deursjes kreeg ik een boekje door dat ging over de tram en de buslijnen. Ja. Er is dus wel over geschreven. Ja, er zijn een paar dingen geschreven. Ook Hesseling heeft er wel een mooi verhaal over gemaakt. Dan noem je ook een naam. Ja. Hesseling, dat is ook zo'n bekende sluizige naam. Ja, maar het was niet de sluizige, maar die is heel lang bij de Noordwesthoek directeur geweest. En heeft echt het bestand van de Noordwesthoek opgeblazen tot grote hoogte tot na de oorlog. Ja. En daar is niks meer van over? Daar is niks van over. Nee. Dan was toch nodig eigenlijk een soort herinnering aan de Noordwesthoek op de rotonde. Ja. Komen daar die kale rotonde. Ja. Albert, en dan gaan we van de Veldweg. Ja, de Zomerdijk verderop, dat hebben we vorige week behandeld. Ja, en als we een stuk oversteken, waar we het niet over hadden. Van de Wetering, de boerderij, die had de hooiberging en de hooischuur ook aan de trekgatenkant van de Zomerdijk. Welke plek uit dat nou vergeleken met nu? Waar was dat? Waar de Wetering en Lepelgunst zo'n beetje. Ja, oké. Okay. En dus net voor de boerderij, net voor de werf van Spiekman. Ja. En van de Wetering, die was een van de, dat was, ja, ik denk de eerste boer die aan de Muppelen-Diepkant zat, hè, die het land allemaal langs de trek gaat nat, maar dan moest je altijd de weg over. En de weg over had hij ook jongvee en daar had hij de heu in de berg, maar ook in een grote overkapte berging. Ja. Ik gaf een keer een lezing in de Schans. In het Rusthuis zeiden we toen nog. Ja. Hier. En heb ik het over dat mooie plekje van, oh wat, die heubergen daar, wat mooi. Ik wou dat die kon vertellen. En dan zeggen zo'n oude mevrouw,
laat die Heuberg in de mond maar halen. Dus, of, zei ze niet, dan vertel ik het wel. Maar ze wil het niet vertellen, waarom niet? Ja. Ja, dat waren natuurlijk ook de uitgezegde plekken. Ja. En dat was in die dagen niet anders dan daar, ja, denk ik. En daar had je ook de stalling bij deusjes van de koets, ja, van de lijkwagen. Mm-hmm. Ja, waar gewoon Bruno Peert aan een mooi zwart kleed over ging. Ja. En dan kreeg je de dikke straten. Mm. Dat was het eerste woningwet, woningbouwvereniging gebouw. Ja. Ook mooie foto's van bewaard blijven. Ja, waar notaris Dikkers, ja, de aanstichter van was, van meer uitbreiding. Hè. Die begon ook, ja, we waren bezig met Berkelaan en zo. Daar heeft Dikkers zich erg druk voor gemaakt. Ja, ja. Mm. Ja. Want ik zat in die foto's te bekijken, ook van Boomhof. En dan zie je zo'n foto van de Zomerdijk, maar ook van de overkant, van de Stouwen. En dan zie je het Meppelediep lopen, maar dan zie je het Meppelediep ook opslaan. Langs Bos, zeg maar, langs Scheertman. En dan komt het helemaal door de landing. Ja, ja, dat was het Meppelediep. Dat was, dat was dus dat was nou gezeten. Daar ging echt al dat verkeer langs. En dat Meppelediep is later gegraan. Ja, dus dat Meppelediep is in verschillende keren, vanaf begin 1800, gekanaliseerd. En dat was dan toch nog maar alleen maar een afsteking van de bochten. En later, ja, nog weer een stuk rechter en nog weer een stuk rechter. Ja, want bij de Blauwe Hand pakt hij het Oldemeppelediep weer op of zo? Dat hij door liep of niet? Bij Burgers. Ja, ja. Ja, dat bedoel ik, de Burgers. Ja, bij Burgers. Oh, maar ja, maar daar slingerde het ook heel veel verder. Hè? Ja. Want die hadden Dingsteden, wat er... Ja, het is nou totaal niet meer herkenbaar. Nee, nee. Maar Dingsteden, daar liep het oorspronkelijk Meppelediep aan de zuidkant weer langs, ja, en dan kreeg je een kanalisatie en toen werd Dingsteden een eiland, mm-hmm, en dat is al lang geleden geweest, ja, en daar bij Dingsteden, daar is ook de eerste turfmarkt van de Drentse Venenwest. Okay. De schepen die stopten niet in Zwartsluis. Zwartsluis was, nee, was een vesting en handel en oorlog, dat gaat niet met elkaar. Zo was dat. Ja, maar dat ging ook, ze konden tot daar varen met de schepen, ja, en daar lag allemaal ijzerroer in het diep en daar kwam de schip niet verder. Nee. Dus in al de stukken van het archief in Utrecht, daar vind je dus dat het schip van de bisschop naar Dingsteden giet om de pacht van Drenthe op te halen. Ja. Dus de Drentse boeren die moesten zorgen dat hun pacht, de botter en de honing en de was, die werden bij Dingsteden ingeladen in het grote schip. Want dat is in de archieven meestal ook dat soort berichten allemaal bewaard. Dat is allemaal bewaard gebleven. Dan ben je toch wel een grondige soort, ook. Net als de Duitsers Maar vastleggen. Het is natuurlijk heel belangrijk dat je weet wat voor afspraken er gemaakt bent met toen het land was van de bisschop. Ja. Wat voor rechten, hoe kan ik een begroting maken voor het komende jaar? Ja. Nou, want ik begreep dat van vorige week, toen dacht ik nog die passerijen. Maar toen dacht ik, toen ik als knaapje in het bos liep, toen hadden ze het altijd over de pasje. De pasje, ja. En dat is natuurlijk de verbastering van de, ja, pers. Ja, ja. De pasje. En Harm zat er, hoor. Ja. Maar ik ben de achternaam even kwijt. Maar van de Stouwen. Harm van de Stouwen. Ja. En daar werkte mijn moeder ook altijd. Ah ja. En dus daarom weet ik dat hoe dat... Ja, dat is een heel groot, voor deze begrip, een heel groot bedrijf geweest. Ja. In 1916 is die grote stormvloed geweest. Dat het ook dat de Meppel allemaal onder water staat. Ja. Daar ben ik prachtige foto's, ja, van. En, ja. Een van die foto's ben die grote schuren net voor de werf van de Goede. Dus dan van, volgens mij drie van die grote schuren tegen elkaar aan. Ja. Waar dan een stoompersrij in was. Ja, want ik weet nog dat we met de jongens van de klooster, mijn neven, dan gingen we de pas in. En dan was dat allemaal een heu. Wat door lag aan de klum mee op en, ja, alles. Dat, ja, dat weet ik nog. En de grote titel van was al ver daarvoor natuurlijk. Dat, ja, was al... dat was die internationale handel ook vooruit. Ja, ja, natuurlijk. Er ging dus Pak Mooi, die ging naar de politie in Londen. Ja, 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 mooi. Mooi, ja, er is zo verschrikkelijk veel veranderd. In een aantal dingen was het allemaal heel klein, maar in een aantal dingen was het ook veel groter dan we denken. Ja. Maar Lonozem begon al de Nieuwe Sluis dan. Vroeger, ja, kon je dus vanaf de Nieuwe Sluis. Nou, dan loop ik nog hem de zomer niet door. Ja. Loop ik naar Beukers, want daar dus ook de boeren van de sluis zitten. Hè. Er zat ook een appel over de boerderijen. Oké. Okay. Ja. Aan welke kant van de... Van, aan van deze kant. Deze kant. Maar de sluiswachter, het was een particuliere sluis. En de sluis is heel lang van de familie Appelo geweest. Gewone particulieren die de tol ook betaalden aan Appelo. Ja. Ja. En want daar ben je dus een afstammeling ook van. Daar ben ik ook een afstammeling, ja, van. En daar had je aan de overkant, van moederskant, hè. Aan de overkant had je dan... nog steeds Barlowleen. Ja. En er was ook een druk verkeer aan de overkant. De sluizigers die een wandeling maakten, die liepen naar Burgers. En die werden overgezet. Er was een soort zakcentje. Er was een pontje of zo over. Ja, ik kon het geen pont nu, maar nee.
iedereen kent elkaar. En die zagen elkaar zondag in de kerk en die zeiden dat het van de week een mooi weer accu's rond wil lopen. Ja, ja, dan kom je maar langs. Dus de jeugd ging ook die kant op lopen, de romances ontstonden. Ja, ja. Mijn moeder heeft vaak gezegd, ja, met de vriendin, soms naar hem lopen, we gaan naar hem en die, we gaan tot de eerste rollen palen, of we gaan tot de tweede ronde palen, of we gaan naar Beukers, of we gaan Barlo rond en dan was het overvaren. Ja, en dat was een mooie ronding. Ja, ja, vroeger kon je dus allerlei rondjes maken die, ja, die makkelijk waren. Ja, okay. En dus in een ver verleden is ongetwijfeld ook een verenwest bij de velden naar de overkant, over het Zwarte Water. Mm-hmm. Ja. En er is nog heel lang een verenwest, zeg maar bij de begraafplaats aan de Barspeek, naar de overkant, ook naar Cellenburen toe. Ja, zo. Ja, dus dat moest je over. Heel lang geleden. Ja, dan hebben we het over eind 1800. Ja. Dat is lang geleden, maar ja, wat is lang geleden? Ja, nee, het is allemaal relatief. Ja. Maar dan hoef je niet eerst naar de noorden, dat lange stuk. Maar, maar je kon dus alleen maar lopend. Ja. Toen fietsen er ook denk ik nog... Dat denk ik nog niet zo kwam. Kwamen de fietsen nog maar net, maar het was allemaal een lopen, joh. Ja. Ja, prachtig. Ik kwam les nog weer zo'n ansichtkaart tegen. Dan, die ansichtkaart had ik dus heel lang alleen maar op het plating wat erop stond. Maar op de achterkant stond ook allerlei leuks. Dan schreef een van de boeren van Barlo... ik weet niet meer welke, maar dat doet er ook niet zo toe. Die schreef naar Zeilmaker, de bakker in de Karkstraat, in Steegin, waar hij nou naar Sluispoort toe lopen. Ja. Die schreef daar van, ik kom van de week niet op de verjaardag, want er is geen manen, het is me veel te donker. Ik kom er volgende week wel en dan wordt zijn kaart ineens een stuk leuker. Ja, dat is wel mooi, dan komt het persoonlijke koppelen verder. Ja, en dat zeer bij Beukers, dat heeft een heel nuttige functie gehad in de oorlog ook. Hè? Want bij Van der Sluis en bij allerlei anderen, en ook bij Post aan de Postweg, dat ligt er ook zo bij. Ja. Post had een heleboel onderdukkers. Kwam er geruchten van de overval, er komt een razzia of er wordt een controle. Dan was het naar Barlo toe, in de ruwboot, naar de overkanten. Dan zaten ze daar een poosje onder gedoken en kwamen de Duitsers over de Zomerdiek. Dan werd het ook doorgegeven. Dat komt het dan heel vertrouwen. Maar Johannes Post, die was hier ook in de regio natuurlijk. Ja, zeker. Heel actief. Toen nog een keer over hem. Dat gaan we een andere keer doen. Ja. Ja, want de broer van Johannes, die woonde dus op de Postweg. Ja. En dat was een van zijn belangrijkste schuiladressen. Ja. Ja. En een contactadres voor wapens werden daar afgegeven en van daaruit weer verspreid. Ja, daar moeten we het ook nog een keer over hebben. Er is nog een bijzonder verhaal. Maar die stouwen, de stouwen lopen naar de Neusluis. Die stouwen is een dik van oude zeet, oude Muppelediep. Dat werd in de loop van de geschiedenis steeds wat meer opgehoogd en georganiseerder. Het was al heel lang goed georganiseerd, want het hoorde al bij de ontginningen van het klooster. Zwarte Waterklooster. Ja, de stouwen. Ja, met de ontginning van het hele landschap. Dat moest geld opbrengen. Ja. En die beste stukken die hebben naar de bisschopsslag en de klooster. En de monnikenslag, de beste stukken, gingen de opbrengsten direct al voor het grootste gedeelte naar Utrecht en naar het klooster toe. Ja, en die regelen dus ook de waterafvoer en de wegen en het hele transport. Ja, want dat regelen ze bij ons bijna niet. Die kloosters zijn met een heleboel in het achtergrond. Het klooster is zo belangrijk. Ja. Ja, het klooster Dikningen en Ruinen, oorspronkelijk maar Ruinen, kreeg dus een bijhoeve. En zo is ook al de Staphorst ongetwijfeld ontstaan met de ontginning van Staphorst. Dat is allemaal... zeg maar, semi-religieuze ontginningen, geld opbrengen en de mensen dan aan inkomen helpen. Want het is bekend, waar die naam dan vandaan komt, het bos. Je denkt natuurlijk, dat is al vroeger, in vroegere eeuwen zal het wel een bos zijn. Ja, misschien maar een bosje. Ja. Maar, niks, ja, maar er waren wel meer bossen, hè, want die hadden verschillen. De ene kooien waren allemaal al bossen. Ja. En we hadden nog niet een knopje waar je op drukte en er ging de gaskachel branden. Nee, dat was, ging niet zo. Het was al, en de bakker die had iedere dag hoeveel takkenbossen nodig. Er was heel veel hakhout. Dus er ben ongetwijfeld ook daar voor de bakkers aan de Neusluis hakhoutbosjes geweest. Ja. Eeuwenlang. Ja, ja. En maar dan zit ik weer te denken aan die vrouwen bijvoorbeeld, die als soms in donker niet over straat te willen. Het was dan ook
Aarde donker. Ja, natuurlijk. Hoe deden de mensen dat? Met een lanterne of zo? Met een ja, kaars? Ik denk het wel. Een kaars erin? Ja. Of, Nou, een kaars zal ook wel uitblazen. Maar ja, je had natuurlijk al heel vroeg olielampjes en gaslampen. Ja, dat, maar, ja, dat was, in de dat was er al heel snel. Ja. En als er verder geen licht is, dan heb je geen licht nodig. Je kunt heel goed in het donker lopen. Ja, dat kan. Ja. Ja. De meeste ongelukken, en ook van het is gevaarlijk in het donker, dat komt omdat je op de fietsen zit en je fietsen in het donker naar Hasselt. Als zo'n lamp het ineens niet meer doet, dan zie je eens niks. Maar als je in het donker begint, dan zie je alles. Ja, dat klopt. We hebben niks meer gewend. We hebben niks meer gewend. Ik ben niet zo primitief meer. Ja. Nou ja, primitief is het eigenlijk niet eens. Het was. Maar als je ook in de notulenboeken van de scholen en zo nog kijkt, dan kom je daar nog tegen. Dat de vergaderingen allemaal gepland waren, zoveel mogelijk bij volle maan. In mijn uitstapping. Op de ver. Ja. Dan heb ik de geur van Sinterklaas in mijn neus. Ja, ja, ik weet niet wat wegkomt. Anneke die trakteert. Speculaas. Ja. Ja, een taai. Taai bedoel ik, ja. Ik heb de kring. Ik verstrukte mij door dat ik Klaasien Korporaal uit Hasselt, de zus van Thijs, die was met jeugd van de kerk. Gingen ze bezig om een insectenhotel te bouwen. Ja. Albert, heb je nog wat riet voor mij en heb je nog wat takken voor mij en hij dit nog. En ik strukkel ergens over, daar loop ik nou met een manke poot. Ja, jongens. En die trakteerde op een deus met allerlei soorten koeken. Nou ja, ik rook de geur en ik denk, hey, Sinterklaas. Okay. Ja, mooi. Ja. Maar we gaan even verder met dat bos, met de stouwen. Ja. En we hebben het over dat klooster, het gebied achter. Nou, wat ik heel boeiend vind van de stouwen, dat er al heel vroeg afspraken gemaakt waren dat de stouwen een paar centimeter leger moest blijven dan de zomerdijk. Oké. Okay. Omdat? Ja. Nou, met hoogwater ging in Zwartsluis de sluizen dichten, maar Drenthe bleef wel afwateren. Dus dan stijgt heel snel het Muppelendiep en dat water moet ergens in. En liefst zo snel mogelijk, want Muppel liep heel snel blank. En dat liefst de stouwen in? Dat liep dus de stappers te veld in. Dus, maar er stond de deur onderweg blank. Het hele Stapperste veld stond blank. Hmm. Iedere winter. De vader van Johannes den Klooster, die heeft ergens gezegd, en dat is ook wel, ik weet niet welke, het laatst las ik het nog weer, ik denk over iets van het Zwarte Waterklooster, maar dat hij geen ene winter herinneren kon uit zijn jeugd, dat hij niet zomaar naar Hasselt kon fietsen naar de school. Hij moest altijd kunstgrepen toepassen. Er werd een takkenbos neergelegd, er werd een plank neergelegd. Mm. En het was baggeren door het water. Het hele Stapperste veld stond blank. Ja, maar anders is wat waterklooster niet zoveel last van, want dat was natuurlijk een boot. Ja, dat is. En de meeste boerderijen staan op iets hogere plekken. De velden liggen ook al wat hoger. Ja. Het is allemaal op die oude zandkoppen gebouwd. Als we nou dat Oldenbos inlopen, hè? Ja. Dan weet ik al, dan rechts staat natuurlijk daartussen van mijn opa en opa. Ja, ja. En dat Hendrikus ten Klooster met Venne. En dan hij Boksem uit door achter. Ja. En dan hij ten Klooster links, et cetera. Ja. Friesen had er door, zo'n wit-huis, zo'n groot wit-huis. Hij de Reuvensteen nog. De Reuvensteen, maar dat fietste ik van de wegen langs. Ja. En dat plekje is er nog altijd. Dat Martin Reuvensteen. Dat is er altijd nog, ja. Wie beheert dat? Weet ik niet. Nee. Nee, dat weet ik niet. En dan aan de overkant staat het Olde Huusje nog altijd. Ja. Waar Rolf woont. Ja. Ook zo mooi, want ik keek mijn vroeger tv op zaterdag. Oh, dat is zo, ja. Die had als eerste een soort tv. Ja. Ik nooit vergeten. Ja. Maar die pasje, dat hij vertelt, maar dat was dus een belangrijk ding. Die stouwen, dat was echt het industrietrein van Zwartsluis. Ja. Dat, de Kranenweert, dat was een eiland te worden met de kanalisatie van het Muppelendiep. Ja. Maar oorspronkelijk lag het dus aan het Olde Diep. De oever daarvan, daar stonden al die kalkovens. Ja. 18e, 19e, 20 aan de stouwen en een aantal aan de zomerdiek. Hè. Dus een stuk of 30 weten we zeker waar die staan, hè, maar de Bindermerenwest. Mm-hmm. Het was één groot industrieterrein met kalkbranderijen en scheepswerven. Ja. De goede. Was die stouwen net zo belangrijk als de zomerdiek, als deur onderweg? Nee, de zomer, ja. Ik weet het niet. Nee. Aan de zomerdiek, ook al die kleine nederzettingen, bij de sluisjes, bij Beukers, was natuurlijk een nederzetting op de sluis waar zich een paar boerderijen concentreerden. En dan kreeg hij Zegel en Barg, je kreeg Deuzies, je kreeg Leenders, en dat liep zo maar door.
Dat is langs de weg naar Bubbeltoren. Ja, helemaal. En dat waren allemaal van die mooie stenen sluisjes met een paar sluisdeuren van de Kaldeveen en Nijenveen en de Wannepenveen. En dat is allemaal verdwenen? Ja, dat bijna allemaal weg. Ja, er zit nog een heel mooi sluisje bij de Watertoren in Meppel. Dat is gewoon leuk. Oh, staat er nog? Ja, dat staat er nog steeds. Okay. Is weer aardig aan het vergaan, maar dus zo leuk. De sluisjes waar net een behoorlijke praam en een bok in kon. Ja. En die kon het waterverschil tussen het binnenland en de Meppelendiep middels het sluisje overbrug. Ja, dat is historisch erfgoed, zou je zeggen. Ja, dus zo historisch erfgoed. Die hele reeks die moest gerestaureerd kunnen worden. We maken Nederland zo kaal met alle stukken die we uit het verleden weghalen. En het leukste zien we allemaal naar Creta of daar. Ja. Ja? Maar we kunnen Nederland nog steeds verder weg. Maar er was hier zoveel dat het allemaal weg is. Ja. Geertman was een belangrijke activiteit nou met die scheepswerf. Ja, scheepswerf de Goede is natuurlijk al een hele oude werf. Hè? Dat is, die zat er voor Geertman? Ja. Dat was de Goede? Dat was de Goede. Ja, oké. Okay. En toen hebben we het ook over de 1800 of zo. Ja, in de 1900 ook. Ik weet niet precies wanneer het overgegaan is. Het was heel lang nog de Goede. Het was de Goede nog tot na de oorlog. Mm-hmm. Ja. En de Goede, dat werd ook een hele familie. De Bakker de Goede, Jan de Goede. De Goede, de bloemist. Een heel geslacht van allerlei middenstanders, zakenmensen. Ja, ja. En de Goede had naast de werf. Dus aan de Meppelenkant van de werf van Geertman, die had daar ook zijn kwekerij. Mm-hmm. Die had er voor die begrip een vrij grote druivenkast dan. Ja. Net als mijn vader en wat er voor was, de familie van Kolmschade. Die kweekten de groenten en de bloem voor de dokter en de dominee en de notaris. Ja, en de Tobiassen en de wie het maar betalen kon, die had het niet zelf uit het volkstuintje. Want hij nog weet. Iedereen woonde bijna aan de rand van het dorp. Als je op de karten kijkt, het was maar zo klein, het hele buitenkwartier, had iedereen een tuin achter het huis met een appelboom en een perenboom. Mm-hmm. En ze verbouwden van alles. Ja. En bij een heleboel die zo aan de rand ging de emmertjes uit de wc ging onder de boerenkool en de... Dat was mest. Ja. Ja, zo werd het gebruikt natuurlijk. Langs de hele zomer die ik... Ik klaag dat geen insecten en zo in me bent, maar het waren allemaal een bloementuintje en fruitboom en een stukje boomgaard. Mensen konden hun eigen behoeftes voorzien. Ja. Ja. Ja, mooi is dat. Ja, als we het over de zomer die hadden, maar die vertelde de hele zomer die tot Meppel, dat aan beide kanten grote eikenbomen stonden. Ja. En ja, EM zijn het bos giet naar het bos, maar... Een juffrouw de Vrieze van de familie die in de Koningshof heet, de Neusluis, die schreef nog een gedicht over het bosje waar ze dan zo gek op was, als ze wat ouder wordt, dat ze over herinneringen schreef. Ja. Het bosje aan het bos. Ja. Het bosje aan het bos. Ja. Mooi, nou ik bewaar de goede herinneringen aan. We gingen met al die zoon er ook altijd naartoe, opa en opa. Ja. En dan de bol die uit de kreeg, die maakten ze dan zelf of wat dan ook. Kruidmoes weet ik nog wel. En het was ook heel gezellig. Ja, maar allerlei mensen hadden zo hun eigen kruidmoeskrunten in de tuin. Ja? Die hadden de zwarte bes, een paar bladen zwarte bes. Van dat blad wat net uitliep in het voorjaar, dat ging in de kruidmoes. Ja. Heel pittige geur van zwarte bessen. Ja, je kunt nog wel weer terugvinden hoe je het maken, denk ik. Jawel, tuurlijk. Moeders die maakten het heel vaak, regelmatig. Ja. Ja. Kruidmoes. Antiet hebben we het niet meer gedaan, maar Anneke maakt ook wel regelmatig kruidmoes. Wel lekker, ja. Binnen bijzondere gebeurtenissen in die stouwen, de Liberator had alleen maar over had, Bos, die er wat ik ook zo bijzonder vind, in de familie Zijlmaker, die woonde even verder terug aan de Neersluis. De grote boerderij. Dat open stuk, ja, maar daar was een open stuk te veuren. Dat was vroeger wel aan een ingesloten. En een huis is in de oorlog verbrand doordat een vliegtuig... de benzinetank op het dak liet vallen, lossen om veilig weg te komen en die boerderij is verbrand. Dat was wel heel ingrijpend. Heb ik ook niet meegemaakt, maar wel zo. En wat natuurlijk ingrijpend was, die woning aan de stouwen, aan de Neersluis. Maar die hele stouwen liep dus onder. Ja. En alle huizen stonden ook laag tegen die stouwen aan de bout. Ja. Die hadden het huis ook vol met water staan. Ja, dus ja. We hebben het eens over de kistdammen aan de buitenkwartier.
een dubbele rij polties waar je de planken tussen kon zetten, ja. Afstorten met mest uit de stal, zodat het water niet naar binnen lag. Maar als het Stappersveld denk ik vol stond, als de storm aanhield, dan had je alles zeiknat. En dat gebeurde verschillende winters. Kijk, voorstel wat een armoede dat dan is. Absoluut. Ja. Ja, en natuurlijk binnen allerlei ongelukken. Die boeren met hun materiaal, met een peert. Een peert is veel sterker dan een mens. Mm-hmm. Je hoeft met touw maar even verkeerd ergens aan te hebben of een lusje te hebben en die stappen erin. En het peert trekt aan en die ben een been kwijt. Ja, ja, ja. En dat soort ongelukken binnen natuurlijk vroeger heel veel geweest. Mm-hmm. Ja. En ongelukken op de werven. Ja, ja. Want ben je in ons speurt toch door in die oude archieven en die oude digitale kranten en zo door nog hele gekke berichten over te komen? Over de stouwen, over de neusluis, over de... Ja, wat ik een heel erg boeiend verhaal vind is van een brand, dan hebben we het wel over het begin van de neusluis, nog op de heugde naast de Stappersluis, ja. Dat daar rond 1860 is dat geloof ik, een heleboel mensen s'avonds onder grote bomen naar onweerstand te kijken bij Gelemunden, dat daar de bliksem insluit en dat er een paar meteen dood bent en een aantal... Is het zo? Ja, verschrikkelijk. En als je dat in Zeeland in de kranten lezen, nou, dan moet ik dat stuk een keer opzoeken, want ik moet letterlijk lezen hoe dat er staat. Dat, dat mensen verstand kwijtraken en hoe ze er iets zien. En, dat is, toen waren ze nog niet zo voorzichtig. En dat was anders dus ook? Ja. Onder de bomen? Ja. Ongelooflijk. Hmm. En dan komt er weer een heel verhaal achteraan, maar dat over de Joodse families in Zwartsluis, dan zal ik me daar even op inlezen. Ja, ja, ja. Ja. Dat is het gebeuren bij de bij die brand komt dus een man om die waarvan de vrouw hoogzwanger is en nou, dat wordt een drama later. Dat, ja. Ja. Hmm. Dat is een van de vele verhalen, zeg maar. Ja, hoe langer het geleden is, hoe boeiender een drama wordt. Ja. Maar goed, wat we wel weten, dat de scheepvaart en de scheepswerven een belangrijke rol speelt. En dat is nog steeds, toch op dit moment denk ik ook, als ik hem misschien kijken op Poppen, dan is dat best wel een bloeiende industrie. Tenminste, voor zwaar ik het kan worden. Absoluut, heel bloeiend. Ja. Neem dat maar aan. Ja. Maar de nieuwe sluis is al heel vroeg, alleen pas in 1811, 1816, 18, iedere keer kwam er een stukje bij met die verdeling toen. Het was oorspronkelijk natuurlijk Hasselt er ambt. Het hoorde helemaal bestuurlijk onder Hasselt. Ze gingen wel in de sluis naar Schoelen, ze gingen wel in de sluis naar de kerken. Maar ze mochten naar de kerken toe, maar meepraten in een kerkenraad of zo, dat was er niet bij. Was er niet bij? Nee. Maar het is in de loop van 1600 een heel eigen dorp geworden. Toen dus de zeg maar, ik noem het dan als zeg maar de Kolksluis, de eerste sluis van Zwartsluis. Ja. Die lag bijna op de plek waar nou de Kolksluis ligt, ietsje verderop. Maar toen die wegspoelde in 1648, toen werd de Stappersluis gebouwd. Ja. Met een nieuwe vaart daar naartoe, ontstonden dus de eilandjes. Ja. Maar toen werd de sluis heel belangrijk en dan duurt het niet lang. Dan is de Neesluis belangrijker dan de Aldersluis. Ja, ja. In de Aldersluis woonde de rijkdom en de woon. Ja. Mm-hmm. En wie niet drie keer was, die verpauperde natuurlijk daar ook. Ja. Maar de welvaart ontstond toen aan de Neesluis. Aan de Neesluis. En als je dan de eerste kerksplitsing kreeg en die een eigen kerk stichten, dat gebeurt ook daar waar de meeste gezinnen wonen. Dat gebeurt aan de Neesluis. Ja, en kreeg je daar die grote gereformeerde kerk. En door zat ook de nering en zo. Ja. En als dan in het derde stuk van 1800 de openbare scholen komen, dat is waar Sluis drie nieuwe openbare scholen bouwt, komt één van die nieuwe openbare scholen andere Neesluis te staan. Ja. Want ik zie nog een oude foto op mijn netvlies. Van bovenaf van de Neesluis. En dan zit die oude boerderijen, die witte van Zeilmaker, die staat er nog. Ja. En als je dan de Neesluis bekijkt, dan zit er een heel groot gebouw. Ja, dat is de kerk. Dat is de kerk. Ja, Leeman heeft het in zijn mooie boekje van voorbijgaande dingen over het kleine kerkje aan de Nieuwe Sluis. Maar het was echt geen klein kerkje. Nee, het was een grote kerk. Echt een grote kerk. Ik speelde toen in mijn jonge jeugdjaren met Jaap. En dan had je er een prachtige galerij nog in die kerk, waar hij dan het jongvee onder had staan. En vanaf op die galerij lagen dan in het veer nog de resten van het heu. En vandaar het touw naar beneden. En afschitterend man, wat een speelterrein. Dat waren de resten van de kerk dus? Dat was echt nog volledig als kerk herkenbaar. En dat was een boerenbedrijf was het te worden? Ja.
Omdat de kerk leeg liep of omdat er wat anders gebouwd werd? Nee, omdat ze samen gingen en ze een nieuwe kerk bouwden naar het Singel. Oh, dat is de stroom van de gereformeerde kerk. Ja, ja, ja. Ongelooflijk. Mooi, maar toch mooi dat die foto's er nog binnen. Ja, joh, zeker. Dat, ja, die foto's zijn zo belangrijk. Ja. En tekeningen van vroeger. Dat is zo leuk. En niet bij de man die het nog kan vertellen. Ja, ik hoop dat er nog wat meer zit als ik het straks niet kan. Ja. We zijn alweer een half uur bezig, Albert. Nou, maak er wat van. Maar mooi verhaal. Echt. Ja, ze komen iedere keer een entifader. Maar goed, we hebben nog een heel stuk te gaan. Dankjewel voor vandaag. Graag gedaan. En we zien elkaar volgende week weer. Ja.